Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe Minecraft Snapshot video. Dat is lang geleden. Zo, we zijn er en dit had ik echt nooit verwacht. 2 dagen, 3 dagen na Minecraft Live is de crafter al in de snapshots. Ze zeiden dat er zo snel mogelijk iets zou komen van 1.21 en ik had nooit de woensdag meteen daarna iets verwacht. Hier is het item waar we het meest gehyped voor zijn, denk ik. En die de meeste revolutionaire features gaat brengen in Minecraft aller tijden misschien wel. Nou, dat is misschien een beetje overdreven, maar een crafting table die automated kan craften. Nou, het is echt geweldig. Maar, zoals je misschien wist, we hebben ook nog snapshots gehad van 1.20.2 en 3 volgens mij. Die villager changes toevoegden en zo. En in 1.20.3 is er iets met de pot toegevoegd. Nou, dat kan ik wel even snel laten zien. Maar die villager changes, die wil ik eigenlijk pas laten zien. Al is het echt official in een normale snapshot. Dus voordat we beginnen aan de crafter. Nou, de decorated pot kun je plaatsen natuurlijk. En kun je die items in stoppen. En hoe meer items je erin stopt, hoe hoger de pitch wordt. Kleine fun fact. En je kan er een stack van alles eigenlijk in doen. Dus al... wil je iets anders doen, zoals dit? Wil je dit erin doen? Dat kan niet. Wil je nog wat potatoes erin doen? Kan dat. En dan maak je hem kapot met een arrow of gewoon met je hand. Dan komt alles eruit. Nou, we hadden er zo te zien precies 50 in gedaan. Maar al pak ik bijvoorbeeld ender pearls, want dat zijn natuurlijk een stack van 16. Dan is het sneller leeg. Of dan is hij sneller vol. Zie je? En dan kill ik hem en dan heb ik er 16. Maar hiervoor zijn jullie natuurlijk gekomen. De crafter. En we hebben meteen ook al een crafting recipe. Dit is de crafting recipe. We hebben de crafting table in het midden. Als een helmet iron ingots eromheen. Onder de crafting table hebben we een dropper. Ik dacht dat het de dispenser was toen ik het eerste keer zag. En later snap ik dat ze de dropper hier hebben toegevoegd. Maar dat zullen we zo zien. En nog 2 redstone dust in deze hoekjes. Zo maak jij de crafter. Als je denkt, oké, dan pak ik hem eruit, right? Nee, dat kan niet. Hiervoor heb je echt een redstone pulse nodig om de crafting recipe eruit te laten schieten. Zoals dit. Grappig toch? Ja, echt geniaal. En dan krijg je de crafter. Nou, wat we kunnen pakken bijvoorbeeld is een hopper, een chest en een dropper. Dat zijn best wel belangrijke items. En dan pak ik bijvoorbeeld, nou, we pakken, omdat het te maken heeft met deze update, koper voor een kopperblok. Oh, oeps. Nou, al plaats ik een hopper op de crafter en daarop weer misschien gewoon eventjes een normale kist. En ik ga dit gewoon vullen. Gewoon zo. Je ziet, de items gaan door de hopper in de crafter. En dan zo zie je dat een blok of koper erin komt. En voordat hij eigenlijk de crafting recipe activeert, zie je dat de items in een bepaalde soort volgorde in de crafting recipe komt. Dus het is niet per se dat hier al het koper ineens in gaat en dan pas hier naar een stack. Nee, het is echt 1 voor 1. En dat maakt het eigenlijk wel handig. Maar al doe ik dit nu poweren, krijgen we wat kopperblokken eruit. Maar wat we dan ook kunnen doen, is iets anders. Al plaats ik een dropper hier en ik schiet, dan het kwam gek genoeg inderdaad uit de dropper, terwijl ik het eigenlijk hierin doe. Ik weet niet of ik het even anders kan doen. Zie je? Nu deed ik die poweren. En dan komt het rechtstreeks in de dropper. Wat eigenlijk de dropper sowieso doet. Een dropper die kan items verplaatsen als je hem powert. Zie je? Zo werkt een dropper eenmaal. En zo werkt dus ook de crafter. En dat is eigenlijk best wel gaaf. Want als je dan eigenlijk nadenkt, oké, hoe werkt dat dan? Het werkt namelijk ook zo. Oh, ik heb geen koper meer, wacht. Zelf kun je het er ook in doen. Dat is ook best wel handig. Ik weet niet waarom, maar goed, dat kan. En dan power ik die nu, dan komt het rechtstreeks in de kist. Dus je hebt geen hopper eigenlijk nodig om hem eruit te halen. Want dat werkt namelijk niet zo makkelijk. Want dan plaats ik hier weer de crafter eventjes naast. Hier een kist. Hier een hopper. Nou, kan ik ook een hopper via de voorkant erin doen, denk ik. En dan hier mijn iron, of mijn koper. Dan gaat het rechtstreeks weer naar deze kist. Want hij haalt het meteen eruit. Een hopper is niet echt de manier om je items eruit te halen. Al power ik de hopper, dan zal dit gewoon zo gaan. En al onpower ik hem, dan haalt hij gewoon de ingots eruit. En niet de crafting recipe. De crafting recipe is er echt uit te halen.
als jij een redstone puls geeft. Dus zo werkt dat niet. Maar voordat we naar de rest van de redstone dingetjes gaan kijken, kunnen we eerst even gaan kijken, oké, de crafter. Hoe ziet het eruit? Hoe werkt die exact in zijn interface? Nou, we gaan eerst kijken naar een blok. Ik zag in een Pixel Riffs video dat ik dit kantje zag van het blok. Ik denk, hoe heeft hij dat gedaan? Hoe kan hij zo'n oriëntatie maken? Maar dat is serieus iets. Je kunt hem echt verticaal plaatsen in plaats van horizontaal. Alleen nog niet hoe dat werkt. Want al plaats je hem zo. Doe je het zo en zo. Ja. En dan plaats ik hem zo dan. Oh, wauw. Het kan echt alle kanten op. Nou, dat is wel een beetje dat. Het heeft een oriëntatie helemaal rondom. Dus het kan alle kanten op wijzen. Ook wel handig, want dan heb je een kist hier. En je doet hem zo. Zo. Dan kan je het rechtstreeks lager in de kist stoppen. Wat ik dan cool vind aan deze crafter is, je ziet een crafting table eigenlijk nog wel in zijn, ja, huls. Eigenlijk is het die crafting table en er zit een iron kapje op omheen en weet ik veel wat. En dan power ik hem even. Dan hoor je ook een geluid. En in mijn subtitle staat crafter failed. Al pleur ik hier iets wel in, wat de crafting recipe kan geven, dan hoor je ineens crafter crafted. En dat is een meer subtel geluid. Want al sta ik hier, leverclicks hoor je wel, alleen niet de crafter failed. Die hoor je pas echt 1 of 2 blokken er dichtbij naast, zeg maar. Nou, we kunnen ook nog even kijken naar de onderkant van, van het blok. En wat dan cool is, als je het echt wil gebruiken als een blok om te bouwen. Wel, het kan. Wacht, hè? Oké, het werd heel weird. Maar dit is het blok. Maar dit is de texture van het blok zelf. Best wel gaaf. En hier kunnen we best wel, denk ik, wat mee doen. Al zou je dat willen. Nu de interface. Je zag het misschien al. Zo'n crafting recipe. En dan pleur ik hier wat in. Kan ik het niet uithalen. Zo werkt het niet. Maar al ga je met een lege muis of gewoon lege hand over de slot hoveren. Dan zie je click to disable slot. Dus als zou je later een sword willen maken of een pickaxe. Nou, dan doe je gewoon als je een sword wil maken. Deze aanklikken. En dan zal hij alleen hier items in stoppen. Nou, wat als we dat doen? Nou, dan pleur ik even hier eerst 2 diamonds in. En dan een stick. En dan zie je dat dit zo erin gaat. Want eerst pakt hij eigenlijk deze rij, dan die rij en dan die rij. Van links naar rechts ook. Dan heb je dus de diamond sword. Dus dan wil je het eruit poppen. Nou, dan doe je het weer zo. En dan heb je die diamond sword. Maar er is wel eigenlijk een groot verschil tussen de crafter en de crafting table. Al plaats ik hier een redstone comparator achter en ik ga hier, nou, laat ik het eventjes goed zien. Kan ik dat zien? Ja. Pleur ik hier wat in. Je ziet niet de comparator oplichten. Wel, al doe ik dit. Dan zie je de comparator oplichten. Dus eigenlijk is dit een container. En de crafting table niet. Want al ga je hierin craften, al komt bijvoorbeeld de DJ hier aanlopen. Die kan ook maken wat hij wil. Want dit is jouw eigen interface. Niemand doet dit scherm delen. Net zoals een ender chest. Nou, net zoals de kist, shared de crafter wel dezelfde interface. Dus daar, vandaar is het wel een comparator output. Zo, ik heb even een comparator geplaatst erachter nog. En 9 redstone dust erachter. Al ga ik naar de interface. En stop ik hier linksbovenin, het eerste slot eigenlijk, hoe de hopper erin het zou stoppen, een kopperblok. Dan zie je dat de comparator 1 level van redstone dust afgeeft. Of redstone level. Al pleur ik hem hier neer, dan zie je ook 1. Dus waar, oh shit. Dus waar dan ook je het plaatst, al is het hier, heb je 1 redstone output. Al pleur ik hier iets in, dan is de redstone dus 2. Al doe ik hier bijvoorbeeld 3 en hier 3, dan is de redstone level output 6. Dus ofwel 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dus al doe je alles met een item erin, dan heeft hij een level van 9. Dan pluik ik het hiernaast, is hij uit. Dus zo werkt eigenlijk de reader van de comparator in dit geval. En dan de allergrootste vraag is, kunnen we dit met een piston duwen? En jawel, Bojang naait ons weer super hard. Heel jammer, dit had het juist dit blok. Als dit blok die functie had gehad en de rest nog niet, fair enough. Dit zal echt gewoon nog revolutionairder zijn dan dat Napoleon de Franse Revolutie begon. Die twee dingen hebben niet direct met elkaar te maken. Maar dat is best wel jammer. Laten we nog een test doen. TNT.
Ja, hij komt er redelijk goed doorheen. En dat was eigenlijk alles wat ik had moeten vertellen vandaag. Het is een korte snapshot, maar ik weet zeker, mensen gaan hier hard op bouwen, dingen proberen te maken, te developen, te ontwerpen. Ik zelf heb het geprobeerd en ik dacht, laat ik het opnemen. En ik was samen met Gero, die ken je misschien nu wel van TDM Craft, seizoen 1. En hier heb je daarvan een clipje dat wij leuk aan het klooien waren. Dan moeten denk ik die dingen Oh, nog je eens moet er geen uitzoeken. hopper onder plaatsen. Je Nee, ik moet kan er. het dat ook Oh, wel dat is. door, ja. Oké, dan heb ik nu een Diamond Sword. En als ik dan nu een hopper plaats, dan gaat hij net er alles uit. Hè? Ja, oké. Dus al pleur ik nu die dingen erin en die dingen erin. Dan maken we dat. En dan moeten we eigenlijk een. Yo! Wat moet je hem Revolution! poweren? Ja, en dan als je hem powert, dan zal hij het in een dropper bijvoorbeeld schieten. Wat hij maakt. Dat is echt cool. Oh, Remke, je moet Ja. ernaast zetten. Je moet een hopper ernaast zetten en dan gaan ze erin. Ook. Ja, ook met een dropper. Ook al Oh, blijft het wacht, aan een nee, dropper. er is hier gewoon een uitgang, kijk. Ja, dat weet ik. Maar je Dus moet dat. gewoon een hopper ernaast zetten, dan werkt hij Werk je dat wel. ook dan? Oh ja, ik wist wel dat het met een dropper ook werkte, bijvoorbeeld. Kijk, ik heb nu een Diamond Sword. En als ik deze dan nu power, dan. Komt het ook in de kist meteen? Wow, je hoeft er niet eens een hopper te plaatsen. Plaats gewoon een kist ervoor. Oké, okay, wat gaan we maken? Wat lijkt me een leuke restpunt? We zullen gewoon proberen kruisboog te maken. Kan, ja. Kijk, ik heb nu automatische Diamond Swords. Kom hierheen. Nice. Kijk in de kist. Oh, sorry, ik heb deze. Oké. Okay. Nice. Maak wel een diamond block, right? Ja! Zo, dat gaat echt lekker werken voor Iron Farms. Is er eigenlijk ook? Ik heb golden apples. Als het goed zou moeten werken, wacht even. Oh, huh? Nee, wacht, laat maar toch niet. Ik dacht echt, oh, hoe ga je dat automatisch doen? Ja, nee, dan werkt het niet. Als hij sneller de casting recipe aanzet, dus als deze lijkt sneller zou gaan, Ja, maar kijk, nu blijft het er dan wel werkt in dat niet. zitten. Maar nu blijft hij wel inzitten, ja. Maar totdat hij geen items meer over heeft, dan gaat het Nee, eruit. En true. als je dan weer ding in doet. Ja, oké, okay, dit is echt heel lastig. Ik heb geen idee hoe je dit efficiënt gaat doen. Ja, het is echt gewoon een kwestie van We zullen het wel sneller. zien met. Ja, het is gewoon. De klokken die moeten helemaal uitgevolgd worden. Ik denk dat zodra iemand de klok heeft uitgevolgd, dat dan Ja, makkelijker gaat. zoiets, ja. Nu je dat gezien hebt, kunnen we naar de allerlaatste features van deze snapshot. Ze zijn best wel minuscuul, maar wel mentionable. Zoals bijvoorbeeld de datapack version is nou 21. De resource pack version is nu 19. Dingen die je misschien zou willen weten. Maar wat ook belangrijk is, is een nieuwe soort van accessibility change. Al ga je naar accessibility settings, dan kun je iets zien hier onderaan. Hide splash text off bij mij. Oftewel, hide the yellow splash text in the main menu. Al doe ik die nu aan. En ik ga de wereld even uit. Geen splash teksten meer. Kijk, ik speel Minecraft al bijna 10 jaar. Volgens mij volgend jaar officieel echt 10 jaar. Ja, ik ben het gewend. Dus ik kan het makkelijk weer aanzetten door te zeggen, nou, accessibility, en doe ik het weer aan. Zie je het weer. Black Lives Matter. Ja, Black Lives Matter, man. Dus ik vind het niet per se iets wat ik uit moet zetten. Het is wel leuk zo. Ik kan het helaas niet laten werken, maar hier ben ik dus even bij Xumavoid, zijn snapshot video. Linkje staat ervan in de beschrijving. Maar al heb je hier bijvoorbeeld een wereld, dan zie je Failed to Load World Summary. En dan klik je erop, dan zie je hier onderin staan Attempt to Recover. Al klik je dat aan, dan zie je deze screen. Failed to Load World. The following issues occurred while trying to read World Folder. It might be possible to restore the world from an older state or you can report this issue on the bug tracker. En dan zie je missing file. En dan staat er dus no issue. En dan kun je dus attempt to restore doen. Dus al ben je een wereld kwijt of is er iets mis met je wereld. Minecraft komt nu zelf met hopelijk een mooie oplossing dat het vaak zo opgelost zal gaan worden. Misschien niet altijd, maar ja, dat is logisch. Want sommige dingen zijn soms zo erg corrupt geraakt dat je echt genaaid bent. Net zoals wij. Dat de crafter niet movable is met pistons. Zo, dat was het voor vandaag. En wil je dit dan zelf uitproberen? Dat kan. Ga gewoon naar Minecraft. Start de nieuwste snapshot op. En dan kan jij via een nieuwe wereld de experimental datapacks aanzetten bij datapacks. Al ga je eens naar je Create a New World, staat er uiteindelijk bij datapacks of experimental features. Daar klik je die aan. En dan kun je die zo uittesten. Net zoals de bundel, die er nog steeds niet is. En de nieuwe villager changes. Dus dan kun je die ook even uitchecken. Dit was het voor vandaag. En zie ik jullie binnenkort weer.
bij een nieuwe Snapchat video. Volgende week waarschijnlijk niet. Ik ben zelf op vakantie. Maar dan zal ik het week daarna, als we iets weer nieuws mooi hebben, het weer helemaal vertellen. Later, joe. De joe.